Mijn naam is Rachida Aziz en ik ben modeontwerpster. U kunt heel binnenkort meer over mij te weten komen in de non-profit gazette. Ik zet mij heel graag in voor een warme en eerlijke maatschappij. Bejaardenzorg, zorg voor de mensen met een beperking, zorg voor mensen die ziek zijn, zouden eigenlijk centraal moeten staan in een gezonde samenleving. Nu zitten wij met een beleid dat in deze sector eerst gaat besparen, nog voordat wij de grote fraudeurs en multinationals die geen belastingen betalen, hebben aangepakt. Daarom roep ik jullie op om allemaal mee te komen lopen in de parade deze zondag 29 maart, om te tonen dat wij gaan voor een warme samenleving, eentje waar iedereen een plek heeft. Het is nog niet te laat, allemaal samen vanmorgen. Ga ze maar een maat, stof van dag of vanmorgen. Het is nog niet te laat, allemaal samen vanmorgen. Dat begint vandaag.